Het publiek op Paaspop is wel vaak ook als een kalfje dat de wei in mag. Hè, het festivalseizoen begint weer. De mensen gaan weer naar buiten. Ze hebben voor de eerste keer dat tentje weer mee, wat ze gaan opzetten. De eerste keer weer vrienden van vorig jaar die op een festival had ontmoet, die zie je weer. Weet je, die sfeer, die hangt daar wel. En dat merk je als band natuurlijk ook. En dat is echt gek. Wat wij hebben met Paaspop in Schijndel, ik denk niet specifiek iets met Paaspop in Schijndel, maar met festivals in het algemeen. Festivals kwamen natuurlijk pas echt op in de jaren 90. Daarvoor had je natuurlijk wel al Pinkpop als het grote Nederlandse festival. Maar echt dat je op iedere straathoek een festival had, dat is eigenlijk pas sinds de jaren 90. En Paaspop was een van de festivals die daar vroeg bij waren. Daar hebben wij ook voor de eerste keer in 1995 of 96 denk ik gespeeld. In de manege toen nog. Had je aan de ene kant de paarden en aan de rechterkant moest je je omkleden. Paaspop was ook altijd een festival dat heel goed bij ons paste. Een soort staalkaart van wat er in Nederland en in België aan popmuziek was, wat er actueel was, dat stond altijd op Paaspop. Dat is nu ook nog. Nu horen we bij de oude knarren, toen horen we bij de jonge bandjes. Dus ja, wij zijn er in de loop der jaren, we bestaan dit jaar 35 jaar, we zijn daar 10 keer, de tiende keer dus. Dat betekent ook dat we er 25 keer niet geweest zijn. Je ziet ook dat mensen op Spotify de Heideroosjes ontdekken. Denken, hey vrek, wat leuk, die gasten spelen nog, we gaan een keer kijken. Dus we zien heel veel jonge mensen in de zaal en dat is super tof. Want het verschil tussen oude en jonge mensen is ook dat als je jong bent, komt muziek nog veel harder binnen. Omdat je voor de eerste keer die luide gitaren tot je krijgt. Omdat je voor de eerste keer in zo'n moshpit staat waar iedereen op elkaar in staat te beuken. Omdat je voor de eerste keer op dat grote festival bent waar je voor de eerste keer stiekem een jointje staat te roken. Ja, voor jullie de start van een nieuw seizoen. Heel bewust uitgekozen waar jullie te zien zijn? Ja, Heideroosjes spelen niet meer 100 keer per jaar. Wij doseren onze energie. We willen het bijzonder houden, ook voor onszelf. We hoeven er niet meer van te leven. Dus we kiezen heel bewust waar we wel en niet spelen. En Paaspop is dan de gekke aftrapper. Ja. Is dat het dichtstbij voor de Limburgers? Nou, we gaan nog een show in Limburg doen. Maar we mogen nog niet bekendmaken waar en wanneer. Spannend. Cliffhanger.